Die waren er wel, maar niet in de mate zoals wij ze hier in Druten houden. Dus ja, dat uh, baarde ons zorg. Het hospice De Brug in Druten had de laatste tijd te maken met leegstand. Sinds oktober is het hospice alweer open. na de impact die corona op het hospice en haar vrijwilligers heeft gehad. maar de aanmeldingen bleven uit. Het zal nog wel komen, dachten de vrijwilligers. Maar het veranderde niet. We hebben toen in de regio's gekeken: van, uh, zijn dit, uh, bij andere hospices en landelijk, zijn er ook uh, deze ontwikkelingen. Die waren er wel, maar niet in de mate zoals wij ze hier in Drutten houden. Dus ja, dat waren uh, ons zorg. Hoe het kan dat het, het zo rustig is, blijft gissen. Misschien dat mensen door het thuiswerken makkelijker mantelzorg kunnen verlenen. En naamsverandering van bijna thuishuis naar de brug heeft waarschijnlijk ook niet geholpen. Maar daar wordt aan gewerkt. Zeker, we hebben nu al afspraken gemaakt voor de tweede helft van dit jaar om overal onze presentaties weer te gaan houden, zo, zoals we dat in het verleden altijd gedaan hebben. Dat het zo rustig bleef bij het Hospice had ook een duidelijke uitwerking op de vrijwilligers. Nou, wanneer dan we minder gasten hebben, betekent dat eigenlijk dat de vrijwilligers dus niet naar het hospice uh, hoeven te komen. Want er zijn geen gasten. En we merken dat de vrijwilligers eigenlijk ook wel behoefte hebben om toch naar het hospice te komen. Op het moment dat we dus weer wel wat dichter bij elkaar konden komen en met wat meerdere bij elkaar konden komen, uh, merkte je dat mensen daar eigenlijk wel behoefte aan hebben. Gewoon om weer hier te zijn om de dingetjes te doen waar ze eigenlijk altijd goed in zijn geweest. En dat is eigenlijk het werken vanuit het hart. De zorg voor eigenlijk ja, de terminale gast. Ondanks de stilte heeft het hospice gelukkig niet in financieel zwaar weer gezeten. Het ministerie van VWS heeft gezegd: het afgelopen jaar was landelijk overal veel minder aanmeldingen. En die laten wij vallen in onze subsidieberekening. Dus subsidie is redelijk goed doorgelopen. Natuurlijk hebben we geen meer, bijna geen giften meer gekregen. En ook de eigen bijdrage van gasten, natuurlijk, die we de rekening die hebben ook niet gehad. Dus dat was wel een vermindering van de inkomsten, maar we hebben daar verder financieel geen problemen mee gehad. De ergste rust lijkt inmiddels achter de rug en dat zorgt voor een goed gevoel. Sinds dat wij eigenlijk ook weer vrijwilligers zien in de huiskamer, is het gewoon dat je weer energie krijgt. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dat geldt zowel voor onze vrijwilligers die eigenlijk weer met plezier. Komen. Maar dat geldt ook voor eigenlijk alle coördinatoren die hier ook overdag aanwezig waren, ook zonder gasten. Het geeft weer energie.